Jongelui, goedenavond. Ik moet even iets rechtzetten. Ik heb gisteren gereageerd op een Sheldon. Sheldon Diverre van Diverre. Oh. Nou, dat is wel dicht. Ik heb in dat filmpje gereageerd uit emotie. Dat gaat nogal vlug bij mij. Ik heb er nu even over na zitten, denk ik. Ik moet even wat rechtzetten. Ik wil je bedanken voor de energie die je erin steekt. Om mij en mijn neef zwart te maken. Want dat zet mij alleen maar aan om nog meer van dit soort filmpjes te gaan maken. Waarin ik dingen uitleg die ik denk te weten. En ik hoop daarmee wat meer mensen te bereiken en wakker te maken. Jouw negatieve praat over mij op Twitter heeft ertoe geleid dat ik nog meer abonnees erbij gekregen heb. Hartstikke bedankt. Daar ben ik erg blij mee. Dat houdt in dat er toch wel mensen zijn die geïnteresseerd zijn in mijn gebabbel. Dus ik hoop eigenlijk dat je vrolijk verder gaat met hetgeen waar je mee bezig bent. Jij en je vriendenclub. Want het is voor mij eigenlijk alleen maar positief. Dus bij deze mijn dank voor de gedane moeite, de inzet. En ga vooral zo door. Ik kan er weinig anders van maken. Ik vind het bewonderenswaardig dat je hier zoveel tijd en energie wil steken samen met je vriendenclubje. Dus nogmaals bedankt. En ga ze door. Nou, wellicht tot de volgende keer. Misschien kunnen we ooit eens een biertje drinken en een goed gesprek voeren. Dat zou misschien ook wel eens een keer een idee zijn. Oh, ik moet trouwens nog even één ding van het hart. Ik zag voorbij komen dat jij stelt dat ik mensen bedreig. Bij mij weten doe ik dat niet. Ik spreek alleen mijn hartewens uit. En ik ben ook van mening dat sommige mensen gun je een bosje bloemen en andere mensen die gun je toch echt een honkbalknuppel in hun nek. En ik denk dat mijn uitspraken daaraan wel gerelateerd zijn. Of daar wel aan gerelateerd zijn. Laat ik wel een beetje netjes Nederlands blijven spreken. Dus ik heb gezien dat je de plank wel een paar keer misgeslagen hebt betreffende mij persoon en die van mijn neef. En goed, blijkbaar handel jij ook uit emotie. En ik zou je ook willen vragen om misschien eens even wat na te gaan denken voordat je wat dingen gaat roepen. Nou, strijder, zet hem op. Maak er een mooie dag van. En wellicht tot de volgende keer. Toedeloe.